En dat is onze Mary. Ja. Oh, ze leeft nog. Ja, ze leeft nog, inderdaad. Ja, ook Willy is er weer. Die leeft ook nog. Ja, Willy wil wel. Die ligt eraan. Maar er kwamen net twee hele lieve schatten binnen, terwijl ik ook net binnen was met de meisjes. Dus ja, daar zitten ze weer. Hoi, hoi. Hallo. En daar heb ik wat van gekregen. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Rijka, die legt daar lui. En dan legt er hier ook een lui. En we zitten aan de koffie. En één heeft de koffie alweer op. En dat is onze Mary. Echt waar? Ja! Oh, ze leeft nog. Ja, ze leeft nog, inderdaad. Ja, ook Willy is er weer. Die leeft ook nog. Ja, Willy wil wel. Ligt eraan. Ja, inderdaad. Leg eraan wat Willy wilt. He, of niet dan, Mary? Ja. Ja, inderdaad. En die gaat ook lekker aan de koffie. Natuurlijk. En ik heb de koffie al. Ja, maar jij bent nog eenmaal snel. En jij hebt die andere koffie. Je hebt andere koffie dan wij. Heter. Denk ik. De watte? Heter. Zet met de smaakie. Zet met de smaakie? Ja. Karel. Wat voor smaakie? Karel. Oh, die karamelkoffie. Oh, dat is ook lekker. Lekker. Gaan we een ander filmen? Had je die zelf mee? Ja. Ik heb jullie er allebei op. Zij vinden het totaal niet erg en jij ook niet. En dus... Nee, ik doe nog als je het niet weet. Ja. Zo moet het ook. Ze gaat gewoon de gang hoor. Hé? Ja hoor, ik wel. Ja. Zo, ik denk dat ze 3 seconden even stil moet wezen als ik begin. Ja. Ja, maar dat is moeilijk hoor. Soms wel, ja. Ik ga kijken wat er aan de hand is, want ik begrijp het niet. Oké, nee. Maar in ieder geval, ik ga mijn koffie opdrinken en dan moet ik ook mijn meisje straks nog uitlaten. Want ik was klaar, ik zou net naar mijn... Nee, ik zou mijn bed terugleggen. Dat is maar nog niet gebeurd. Toen ging de deurbel. Dus ik naar de logeerkamer. Dat ging een beetje sneller dan mijn telefoon openen. Want er stond er eentje voor de wifi-deurbel. Ah. En dat was Mary. Dat was het. Dat was dat. Ja, dat was dat. Dat was Mary. Dus, maar oké, lieve vrienden, Mary gaat de hort weer op. Ze heeft 2 bakjes gehad en dan gaat ze gelijk weer weg. Ja. Ja. Dus, nou, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ik had de dag al geopend, maar ik had niet gezegd wat voor dag het was en geen datum. Niks had ik gezegd, maar we zijn wel weer een hele tijd verder. Het is vandaag dus donderdag, want anders had Willy er niet geweest. En dat weten jullie ook al, dat die er is. Het is de 31ste van de 8e 2023, dus we hebben morgen alweer 1 september. Ook dat nog. En 2023, ja, dan blijft het nog een paar maanden. Ja. En we leven om 14:35. Maar, nou is Mary alweer weg. Willy is boven bezig. Maar er kwamen net 2 hele lieve schatten binnen. Terwijl ik ook net binnen was met de meisjes. Dus ja, daar zitten ze weer. Hoi, hoi. Hallo. En daar heb ik wat van gekregen. En daar gaan we even naartoe. Want dat staat hanglicht in de keuken. Maar dan moet ik eerst weer daarom denken. Ja, even achteruit en dan omdraaien, hè, Elwin? Ja. Ja, vrouwtje en meisje. Ik wou net zeggen, ja, ik vergis me ook wel eens, dus ja. Nou, een heleboel zakken pasta. Slim pasta, nog een keer slim, ook dat is spaghetti. En dit is rijst. En dan hebben we kidneybonen en witte bonen, tuinbonen, wat er in deze blikjes zit. Ja, dat is een verrassingspakket, dat weet ik niet. Normaal krijg ik van die blikjes uit Den Haag. En dan is het meestal voor een van de dieren. Ja. Dus,
Ja, ik zou niet weten wat er hier nou in zit. Volgens mij zijn het asperges. Oh, ja, dat kan ook. Asperges. Maar dat is ook lekker. En de kleine blikje dan? Dat is bruine bonen, dacht ik. Oké. Nou, we komen er vanzelf wel achter, zie ik het te weten. En dan zullen we zeker lekker versmullen. En nog een broccoli. Zo, en nog wat. Lekker, 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 lekker. Paprika en wortelen, oftewel winterpenen. Ga jij eens even naar de kant, jonge dame. Want dat mag niet op de kookplaat. Zo. Ja, nou ja, dat moeten we even opruimen, hè. Ja. Dat gaan we weer even opruimen. En ik heb al zoveel op te ruimen. Is het lekker, wijfie? Is het lekker? Ja, hè. Had je gisteren al, hè. Ga je hem nou opmaken? Ja? Laat hem niet afpakken door Elwing, hè. Elwing heeft hem al op, al lang al. Die heeft zo'n ding zomaar op. Hé? Ja. Maar oké, ik ga koffie klaarmaken, want dan ben ik wel weer aan toe. En die twee heren daar ook, denk ik. Ja, lekker. Zeker. Oké. Nou, dan doen we dat. En Willy wil wel, ja, die is nog boven bezig. Ja, lieve vriend, ik ben weer alleen. De heren zijn ook weer de hort opgegaan. En ik ga ook de hort nog op. Want ik moet nog naar de apotheek even medicatie halen. Want ja, ik heb nog wel wat. Medicatie van de huisarts, maar dat ben ik ook aan het afbouwen. En ik moet nog boodschapjes doen, want mijn vleeswaren is ook bijna op, mijn kaart is bijna op, ik ben met laatste prak bezig. Dus ja, er moet wel weer even het een en ander wat dat er gaat komen. Voor de rest heb ik meer dan zat in huis, want ja, ik heb ook eten gekregen van de heren. Nou, hartstikke fijn, hartstikke lief. Maar ik wil ook eventjes ik moet rookworst halen, want ik vind het lekker ook rookworst door de tuinbonen heen. Hi kind, hi Scotty. Dus ja, het komt allemaal goed. Ik ga boodschapjes doen, maar ik neem jullie niet mee, want om dat nou steeds altijd te doen, dat vind ik ook niet nodig. Ik laat jullie lekker thuis, want ik heb pijn in mijn hoofd. Ik ben ook met een vlog bezig en de hoofdpijn, ja. Naar mijn gevoel zit er onweer in de lucht, maar het valt niet, want het is mooi weer. Ja, hier en daar een wolk en de rest is blauwe lucht, maar het kan ook ergens anders vallen, hè. Van mijn part in Amsterdam of Den Haag of weet ik veel waar, maar er zit onweer in de lucht. Ik voel dat gewoon, ja. En Kandalf heb ik net naar binnen gehaald, die is binnen, maar die zit weer te zeuren van ik wil eruit. Nou, komt er niet uit, want ik ga weg. Ja, bij de poort is het trouwens 21 graden. En buiten verder, dus op de vlakte is het 18 graden. Dus ja, ik ga er lekker even vandoor en ik spreek jullie later. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie gewoon doen. En we spreken elkaar. Zo, lieve vrienden, de boodschappen zijn in huis. Ja. Dus, nou ja. Mijn knabbeltjes heb ik eindelijk weer. Wat is daar neer? En ik heb twee broodjes met, ik zeg altijd pudding. Ik weet ook niet wat dat is hoor. Rombroodjes. XL, twee stuks. Was de goedkoopste. Nou ja, en ik vind het wel eens een keertje lekker. Het hoeft niet altijd gebakken te zijn of wat dan ook. Nee hoor, ik vind het ook lekker. En je kunt het ook gewoon als eten beschouwen. Dat mag niet op de film, die zitten we daar neer. En ik heb iets nieuws gekocht. Clean Ride. Ja, je kunt het voor ramen gebruiken. Je kunt het om de bladeren weg te vegen gebruiken. Om de vloer te voor de vloer. Nou ja, kijk zelf maar. Dat gaan we straks dus ook al in elkaar zetten als ik ook de meisjes heb uitgelaten. En daar neem ik jullie wel weer in mee, want er zit van alles in. Voilà. Nou, en nou pak ik jullie maar even erbij, want de tas zit vol met vleeswaren, etc. Ja? Dus helemaal spekjes.
Ja, een kaas zit er ook bij. Dus ja, ik ga dat lekker even opruimen. En dan de meisjes uitlaten. Ja, er staat ook een afwas, maar het is te weinig voor die vaatwasser. Er zit geen groot spul bij, allemaal klein spul. Ja. Ik blijf gewoon met mijn handen wat afwassen totdat er weer een groot spul bij is. Nou, vanavond. Oh ja, ik heb ook nog. Twee zoute haringen erbij, maïsiepeltjes, dus twee zolte maïsiepeltjes, helemaal lekker, dat ga ik ook straks nuttigen. En één zo'n broodje ga ik nuttigen, dus het buikje komt wel weer vol, sowieso ook met wat gezond voedsel. Ja, dus, en dan neem ik gezond voedsel en een toetje na. Ja toch, moet kunnen. Dus lieve vrienden, geniet ze en ik kom natuurlijk hiermee terug, maar of dat vanavond al is, want ik wil goede tijden slechte tijden kijken, ik moet vlog in elkaar zetten, dus kunnen ze goed ook morgen wezen. Ja, en dat was niet duur hè, 1,99. Ja, dus Pekin, het is winter zeggen we dan. Nou, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Zo lieve vrienden, ja, ik zal met die doos terugkomen, dus dat doen we dan even. Ja, zullen we kijken wat er allemaal in zit, hè? In ieder geval een buisje. Dat één. En nog een buisje. Even lang. Nog een buisje. Even lang. In dit geval. Even kijken, er zit nog wat in. De bovenkant. Blijf staan. Toen was die leeg. Dus eigenlijk zou ik er nog eentje moeten kunnen kopen. Waarom? In je verdraam, want het is tevens een wisser, hè? Ja, rubber. Dus je kunt raam wissen met een lang steel. In plaats van een kort steeltje. Ja, die. Je moet maar net weten welke kant het beste je wil, hè? Ja, welke kant moet erop? Ja, gevallen. Ik heb er drie. Maar op één buis moet in ieder geval dit dingetje. Ja, en ik heb drie dezelfde buizen. Het moet wel daar goed in passen. Ja. Ja. Dus daar zijn we even nog mee bezig. Of kan het gedraaid worden? Ja, dus. Ja, toppie. Jij bent knap lastig, meneertje Kandalf. Die zit ook vast. Ja. Volgende patiënt. En die gaan we ook vast draaien. Wie doet je wat voor 1,99, zeg maar 2 euro. Die zit ook nou goed vast. Die moet ook, nou. Kijk, nou. Ja, er is vandaag gezogen. Ja, een klein beetje haar. Heel klein beetje. Dus ja. Nou, toppie. Misschien ook makkelijker als het heeft gespoeld. Zo loop ik eventjes daar bij dat stoeltje neer. Als het nou gespoeld heeft, dan kan ik het daarmee ook erop trekken. Handdoek dus nog op de grond. Hup. Nee, dat gaat niet. Hij moet andersom.
Ja, moet ik zo. Even die naar voren halen, zo. Ja. Zo. En die meneer is oh zo lastig. Hé, Karel? Ja, je bent lastig, hè? Ja. Ja? Ja, je bent lastig, meneer. En hij is er zuinig ook. Hé? En je komt er niet meer uit. Zo simpel als een bruine boon. Rijka, ga je weer verder even kouwen? Ah, is voor jou. Ja, ga je lekker verder kouwen, kind. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dat, ja, doos is nog leeg, dus. Zet ik even onder mijn bureau neer. En, ik vind het wel handig, denk ik. Weet ik nog niet zeker, maar ja, er staat op afgebeeld wat je ermee kunt doen. Moet je wel goed houden. Ramen. En de vloer. Dus ja, dat is het. Dus. En bladeren aanvegen, nou ja, in de tuin, balkon, noem maar op. Ja, dat is helemaal geweldig. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond en tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer de hoogste tijd om naar boven toe te lopen. En we hebben al buiten gelopen, dus dat is allemaal gedaan. We hebben weer een rondje gelopen met de meisjes. En de een ligt op de bank en de ander in de mand. En dan ga ik zo meteen horizontaal. Hé, gaan we zo slapen, Elwin? Elwin? Gaan we zo slapen doen? Die denkt ook, Wins houdt je wel vol. Dus ik ook denk hoor. Hé, meisjes, ze moeten lekker naar boven. Dus ja, dus dat ik zeg, hoe laat leven we eigenlijk? 2:36. Ja, even op mijn telefoon kijken, want de computer is al uit. Sorry, excuus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterust, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Ja.